Hoi, ik ben Michael Korrel. Ik ben Brian Vrowijn. Ik ben Kevin Vrowijn. Ik ben Ode van het Bovenkamp. Ik ben Sherry Lievelaar. Ik ben Nick Jansen. Ik ben JJ. Ik ben Tom. Ik ben Jorren. Ik ben Emiel. Ik ben Meester Ruiten. Ik ben Klein Muller. Ik ben Renny Kleinert. Ik ben Ode van de Bellen. Dat je de mogelijkheid krijgt om je sport goed te kunnen combineren met school. Omdat je al je trainingen kan blijven doen wat je hiervoor deed. Omdat ik het leuk vind om te sporten en nieuwe sporten wil leren. Omdat het een leuke school is en ook gewoon mijn later de HBO in wil stromen als leraar. En het is ook een topsportgerichte school, dus daar help je extra. Ik doe deze opleiding omdat ik later van mijn hobby mijn baan wil maken. Tegen school kan zeggen van jongens, ik wil even rust hebben. Dat ik dan vrij krijg of ik hoef een uurtje even niet te komen voor het eerste uur of het tweede uur. Dat ik dan uit kan slapen, dat ik even rust voor mezelf pak. Dat ik goed vrijstelling kan krijgen voor het toernooien in het buitenland. Dat ik bijvoorbeeld bij mijn WK-kwalificatie vrij kan krijgen. Als ik dus moet trainen om 2 uur, dan krijg ik vrijstelling van school. Dat ik goed word begeleid met sport en met school, met de uren. Dat judo eigenlijk op nummer 1 staat en dat mijn school daar eigenlijk omheen geplakt is. Nou, dat ik gewoon als ik vrij moet hebben, dat ik vrij mag. En dat ze mij gewoon de mogelijkheid geven om te sporten. Topsportvriendelijke school, ze helpen je als het nodig is. Dus ze geven je extra aandacht. Omdat ze veel mogelijkheden bieden als je hoog sport. Dat je al je trainingen kan blijven doen wat je hiervoor deed. Ik vind sporten gewoon heel leuk. En stilzitten is niks voor mij. Dus voor groep staan vind ik ook super leuk om te doen. Dus dit is gewoon een perfecte school. Over 5 jaar geef ik les voor een middelbare school. Heb ik een naam gemaakt in de atletiekwereld? Het eerste van ADO of misschien wel bij een andere club. Ik sta voor 5 jaar sta ik op de World Games in Rusland. Daar zit ik in het Nationaal Herenteam Floorbal. Hoop ik in de top 3 te staan van de wereld. In de Nederlands elftal, dat ik daar in de selectie zit. Ik sta over 5 jaar in Amerika te honkballen. En natuurlijk Rio de Janeiro, de Olympische Spelen in 2016. Doe mee aan de Olympische Spelen dan. Heb ik mijn Olympische droom, denk ik. En we gaan gewoon een medaille pakken. Ik hoop daar een medaille te pakken. Ik ga daar gewoon goud halen.